Het zij je vergeven. Het podium is aan jou en je hebt een aandachtig gehoor met daar nog een bank met mensen die met jou gaan meeluisteren en kijken of ze het met je eens zijn. Redding. Of misschien wel niet. En dan gaan we na afloop een kort gesprek over hebben. Ja, goed. Allereerst hallo allemaal. Ik ben Raline. Ik ben 20 jaar. Ik ben jongerenvertegenwoordiger. Ik ben net ongeveer één dag terug in Nederland, want ik was bij de VN-top voor het klimaat. En eigenlijk heb ik wel een flink heftige ervaring daar gehad. En ik denk dat ik daar vooral jullie wat over wil vertellen. En jullie even wil meenemen in dat avontuur. Ik ben nog niet helemaal geland. Ik zit met mijn hoofd nog echt overal en nergens. Dus ik ga mijn best doen. En ik heb denk ik eerst een vraag. Wie van jullie denkt dat die de wereld kan veranderen? Steek je hand op. Ja, dat zijn er wel veel. Ik denk het zeker ook. Ik denk zelf absoluut. Maar ik ben wel tegen een aantal muren aangelopen toen ik dat zo vrolijk dacht. Dus afgelopen 2 weken ben ik in Doha geweest, in Qatar, in het Midden-Oosten, en voor de klimaattop. En ik ging daarheen helemaal vol met alle energie die ik heb. Super enthousiast, super positief. We gaan het hier gewoon doen. We gaan gewoon knallen 2 weken lang. Het komt helemaal goed. Natuurlijk is een VN een heel langzaam proces. Het is allemaal heel moeilijk, maar wij denken, we kunnen daar als jongeren iets betekenen. En we werken daar samen met allemaal andere jongeren van over de hele wereld. En die denken ook, we gaan op onze manier daar van alles bereiken. En wat ik wil benoemen is, ja, zijn eigenlijk 2 dingen. 1, de kracht van verandering en van jongeren en mensen meenemen in deze transitie die we aan het doormaken zijn. Maar ook waar onze valkuil ligt als we elkaar niet meer gaan versterken, maar gaan verzwakken. En dat is waar ik tegenaan ben gelopen. Dat heeft echt heeft geresulteerd in flinke huilbuien. Is echt gewoon fataal geweest voor ons project wat we daar wilden doen. Heeft ons ontzettend neergeslagen. Het kwam erop neer dat we eerst een jongerenconferentie hadden voordat de echte conferentie begon. Wij denken, leuk, we gaan met z'n allen iets doen. Alle jongeren van de wereld, of in ieder geval alle jongeren die daar vertegenwoordigd zijn, uit allerlei hoeken van de wereld en die hetzelfde willen doen. Namelijk een betere uitkomst voor dat klimaat, want er moeten gewoon enorme stappen gezet worden. Alleen in benadering was er misschien wat, nog wat verschil in. En Lisette en ik, mijn collega die daar zit, die kwamen op het idee om de campagne Part of the Solution te lanceren. Iedereen die hier zit, jullie allemaal, maar ook al die jongeren daar, zijn onderdeel van de oplossing. Op welke kleine of grote manier dan ook. Iedereen kon daarbij betrokken worden, dat werd ook ontzettend positief ontvangen. Iedereen wilde meedoen, gewoon voelde zich empowered. Maar een andere kant van de jongerenbeweging dacht, nee, jongeren mogen niks positiefs zeggen, niks. We moeten alleen maar boos zijn. Negatieve geluiden naar die klimaatverandering toe, want het maakt onze toekomst kapot. Nou, ze hebben een punt, maar is dat de benadering? Die proberen we al jaren. We hadden een beetje oneenigheid. Uiteindelijk hebben, dat waren vooral de Noord-Amerikanen, hebben hun idee dan, om het heel negatief te belichten, hebben ze door hun capaciteit, door hun macht, door hun middelen van geld tot aan mensen, hebben ze er gewoon doorheen weten te drukken. Een eigen idee, wat eigenlijk geen draagvlak had onder de jongeren, maar wat ze gewoon zo goed konden neerzetten dat ze het gewoon maar deden. En het maakte niet uit wie erachter stond, ze deden het gewoon. En wij waren daar best wel van geschrokken, want dat is dus het probleem. De valkuil is die ego's die wij misschien allemaal wel hebben. We willen ons eigen dingetje. En dat heeft heel veel mensen, in ieder geval in deze context van Doha, heel veel jongeren uit hun kracht gezet. Ze dachten, wow, die Amerikanen zijn zo goed, ik wil meedoen en ik wil meelopen. Maar ik heb eigenlijk niet mijn eigen stem die ik laat horen. Ik doe maar mee omdat ik zo tegen hun opkijk, omdat ik daar niet aan kan meten. Ik kan dat niet, dus dan doe ik maar gewoon wat zij doen. En heel veel jongeren waren het er ook niet mee eens, maar die lieten het maar gebeuren. Dus die hele jongerengroep is toen uit elkaar gevallen, is gesplitst. Mensen voelden zich niet fijn in de groep. En dat is toch wel het ergste wat je kan gebeuren als je daar in zo'n verschrikkelijk moeilijke internationale context zit. Bij de Verenigde Naties, waar je toch met jongeren elkaar moet versterken. Dat is denk ik ook symbool van ons in deze wereld. Dat wij hier met z'n allen bezig zijn te proberen die transitie in te zetten, te versnellen. En dat we met elkaar deze wereld een beetje beter moeten maken. En dat iedereen zijn dingetje doet. Maar uiteindelijk zijn wij allemaal deel van een veel groter systeem. Dus dat was ook de gedachte die bij de Part of the Solution
kwam. En dat is uiteindelijk tijdens de top best wel de kop in gedrukt. Dus we hebben daar niet een enorme campagne van kunnen maken, maar dat gaat nog wel gebeuren. Maar wat je zag gebeuren is dat mensen zich echt in hun kracht gezet voelden. Dat jongeren uit Afrika helemaal enthousiast rondrenden met ons, omdat ze het helemaal leuk vonden. En dachten, hé, dit is ons ding. Samen gaan we dit oplossen. Op de eerste dag kregen we een foto uit Soedan met een jongen. My friend and I are part of the solution. Dat is toch idioot? Ik heb hier ook, kan je heel veel opstaan om je te laten zien? Nou, dan kom maar lekker erbij. Dat hier in Nederland mbo-studenten zich geempowered voelen. En voelen dat zij ook onderdeel van de oplossing zijn. Want dat zijn we allemaal. Het maakt niet uit wie, wat, waar. Maar we zijn het allemaal. Dankjewel. and so are you, inderdaad. Dus dit is het feest van verbinding en vernieuwing. En waar we mee bezig zijn is het vernieuwen van onze maatschappij. Het vernieuwen van systemen. Maar daarbij lopen we tegen enorm veel muren aan. Tegen bureaucratie. Tegen macht, de oude macht, waar we niet zomaar doorheen kunnen. Maar onze nieuwe macht is veel sterker dan dat. Maar we moeten het in elkaar vinden. We moeten die kracht in elkaar vinden. Ik zei ook net, ik hou me niet zo van het woord macht. Het gaat om de kracht die wij in ons hebben. Wij kunnen zo ontzettend veel, maar we moeten het samen doen. Want alleen ben je helaas veel minder dan dat we met z'n allen zijn. En wat we hier zien gebeuren, die beweging die opkomt en die in Nederland echt bijzonder is, zoals iedereen die hier staat en bezig is, daarmee gaan wij ontzettend veel doen en gaan we die verandering ook krijgen. Maar het is een hele lange weg te gaan en verbind je ook met elkaar, want natuurlijk heeft iedereen hier zijn eigen projectje en iedereen heeft zijn eigen ding, maar als we dat met elkaar verbinden, zoals we bijvoorbeeld nu gaan doen met die Part of the Solution, allemaal jongeren die on the ground bezig zijn, die misschien niet helemaal naar zo'n klimaattop moeten, waarom zou je gaan, maar die echt bezig zijn met de oplossingen implementeren, daar moeten we het van hebben en die moeten elkaar met elkaar gaan verbinden, die moeten elkaar gaan vinden en de kracht daaruit halen. En ik denk dat daar een heel groot deel van de oplossing zit. En dat is denk ik wel een beetje mijn verhaal. Ik heb enorm zware 2 weken achter de rug, maar ik weet wel dat de kracht hem zit in elkaar, in gewoon het doen en die positieve vooruitgang, die positieve verandering. We moeten samen vooruit en dat kan. En dan denk ik, één ding was, another world is possible, we are unstoppable. Dus ga zo door allemaal. Dankjewel. Ja, blijf hem heel even staan, want dat is, hakt er wel even in dit verhaal. Ik kan me voorstellen dat je, dan ga je op één trapje staan, dan kunnen we een beetje zo oogcontact hebben, even leggen. Ja. Is die top nou mislukt voor jou? Nou, ik wist van tevoren al dat er niet enorme baanbrekende uitkomsten zouden komen. De VN is, ja, dat klimaatverandering oplossen door de VN is een heel langzaam proces en dat is gewoon zo. Ik vind wel dat de manier waarop mensen erin stonden, daar ben ik ook wel van geschrokken. Niet alleen de jongeren, die dus heel agressief eigenlijk waren en heel veel met woede in zich zetten, omdat ze eigenlijk machteloos zijn om invloed uit te oefenen op onze eigen toekomst. Maar ook de onderhandelaars die niet de urgentie zo voelen als wij. En daar maak ik me wel zorgen om. Ja. Dat het dan wel te langzaam gaat om echt de grote problemen die we gewoon voor ons hebben tegen te gaan. Daar, ja. Hebben die Amerikanen dan een taalvoorsprong? Want ik neem aan dat de voertaal Engels is. Is dat waarom ze zoveel power hebben? Of zit dat ergens anders? Is dat dan karakter? Of? Nou, er zijn heel veel jongeren die voor de eerste keer bij zo'n top komen. Zij zijn allemaal heel erg georganiseerd. Wij zijn bijvoorbeeld vanuit Nederland met z'n tweetjes. De Amerikanen waren, Noord-Amerika dan, Canada en VS. We waren denk ik met 30, 40 man, met geld, met middelen, met iedereen al ergens op. Heel goed georganiseerd, iedereen met een taak. Heel vaardig, heel goed weten hoe ze dingen moesten doen. En dat geeft ze een voorsprong. En wij hoorden dan ook van mensen van dan het Midden-Oosten die net een nieuwe beweging hadden. Die zeiden van, wow, ze zijn gewoon heel goed en ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Want ik kijk gewoon tegen ze op, maar ik kan dat niet. En dan zet je dus mensen niet in hun kracht. Maar je zet ze juist daarvan af. En dat hebben we uiteindelijk ook via dan de mail, hoorde je voor het Afrikaanse jongeren zeggen, ik heb me gewoon heel naar gevoeld en ik voelde me niet onderdeel van deze groep. En dat vind ik dan wel iets waar je bij na moet gaan denken. Dus daar ga ik ook mee. Ik ben nog een jaar jonger tegenwoordiger. Ik hoop dat het volgend jaar fundamenteel anders is. En daar ga ik me ook voor inzetten. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, nog een applaus. Heel goed.